Het plan zou voor het kabinet heel erg aantrekkelijk kunnen zijn, omdat het op die manier toch de onzekerheid boven de woningmarkt weghaalt, waardoor het consumentenvertrouwen weer kan toenemen en er uiteindelijk ook straks minder bezuinigd hoeft te worden. Het plan heeft heel veel verschillende doelen. Ik denk dat sommige mensen zich afvragen, willen jullie eigenlijk niet te veel met één plan? Ik denk juist dat een kracht van dit plan is dat het geïntegreerd kijkt naar al die aspecten. Als je alleen naar de woningmarkt kijkt en niet naar de financiering, dan wordt een plan afgeschoten, omdat het niet rekening houdt met de situatie van de banken bijvoorbeeld. Wat wij hebben geprobeerd is om al die problemen geïntegreerd te bekijken. Als je kijkt naar de publieke discussie, dan zie je dat er een oproep is uit verschillende hoeken om nu eens een deltaplan te maken waar al die aspecten in zijn geïntegreerd. Het fiscale aspect, de situatie van de banken, de woningmarkt, arbeidsmobiliteit. En dit is een poging van economen om dat te doen. Vandaar die verschillende doelen en de geïntegreerde kijk op de woningmarkt, de financiële markt, de arbeidsmarkt. Ja, de wereld is nu eenmaal complex en we moeten met al die dingen rekening houden om een plan te maken wat ook enige realiteitswaarde heeft. Het deltaplan is bedoeld voor weerstand te bieden bij slecht weer. Mocht de situatie over 10, 15 jaar anders zijn met wel een hoge rente en wel een hoge inflatie, die beide nu laag zijn, is het plan dan ook bestendig? Ja, een van de redenen van het plan is om er juist voor te zorgen dat de overheidsfinanciën niet onder enorme druk komen te staan, juist in zo'n situatie. Want stel je voor dat de rente weer hoog wordt en dat het allemaal aftrekbaar is, dat zou een enorme druk geven op de overheidsfinanciën. Ik denk dat een ander aspect van de inflatie is dat we met het plan ook beogen dat het aantrekkelijker wordt voor pensioenfondsen om een groter deel van de Nederlandse hypotheekschuld te financieren. En denk dat een heel aantrekkelijke manier zou zijn om hypotheken ook meer te gaan koppelen aan de inflatie, waardoor het voor pensioenfondsen aantrekkelijker wordt om in deze producten te beleggen. Met het nieuwe pensioenakkoord willen we ook meer naar een reëel pensioenstelsel waar de pensioenuitkeringen de inflatie volgen. En als we op de woningmarkt naar een plan zouden kunnen dat zaken veel meer inflatie gelinkt zijn en veel meer reëel denken, dan zouden we ook het pensioenstelsel beter kunnen maken. Het voorstel is een compromis van 22 economen. Er waren 4 economen die het toch niet wilden ondertekenen. Wat waren de zwaarstwegende argumenten? Ja, iedereen heeft zo zijn eigen argumenten. Kijk, vaak is het zo dat iedereen zijn eigen favoriete plan heeft. Dus als je iets met elkaar doet, dan kun je zelf niet helemaal je eigen plan doordrijven. En er zijn een aantal mensen inderdaad die toch vasthielden aan hun eigen plannen. Nou, daar zijn verschillende redenen voor. Sommige economen vinden het toch belangrijk, bijvoorbeeld, dat als we die hypotheekrenteaftrek afschaffen, dat we dat geld ook geven aan de lagere inkomens. Die willen dus het plan ook gebruiken om middelen te herverdelen van rijk naar arm. Ja, wij hebben er expliciet voor gekozen om dat niet te doen. Juist om het ook aantrekkelijk te maken voor verschillende groepen. We willen dit dossier niet vermengen met inkomenspolitiek. Nou, sommige van mijn collega's dachten daar anders over. En anderen hadden zoiets van, ja, dit plan is politiek onvoldoende haalbaar. Omdat met name de VVD en de PVV al hebben uitgesproken dat ze niet aan de hypotheekrenteaftrek willen komen. En die hadden hun eigen plan, wat wellicht wel politiek aanvaardbaar zou zijn. Maar is het zo gek te veronderstellen dat dit plan politiek niet aanvaardbaar is? Ook economen die in deze groep zitten zijn van divers politiek plumage. Ja, ik denk dat een van de krachten van het voorstel juist is dat we dit plan proberen eigenlijk zowel voor links als voor rechts interessante elementen in te brengen. Voor rechts bijvoorbeeld tariefverlaging in inkomstenbelasting, lager toptarief, meer financiering voor het MKB, betere prikkels voor ondernemerschap. Maar ook voor links dat we een tijdbom onder de openbare financiën weghalen. Een arme overheid is zeker niet in het belang van mensen aan de onderkant van de samenleving. Dus we hebben juist geprobeerd om links en rechts bij elkaar te brengen, zodat er een brede consensus ontstaat in Nederland over hoe het verder moet met de woningmarkt. Want ja, dat is eigenlijk de enige manier waarop die onzekerheid die nu boven die woningmarkt hangt, dat mensen niet weten hoe het verder moet met de financiering van de woningmarkt, hoe we die met elkaar kunnen oplossen.